krauwe, levensloze plekken op het mooiste plein in Breda. Al minstens twee jaar staan vier panden aan de Grote Markt leeg. De drie gezusters zou het begin september gaan duren en Pietille heeft ook nog eens de definitieve sluiting van zijn gelijknamige kledingzaak aangekondigd. De vereniging commercieel onroerend goed binnenstad Breda, ook wel VCOB genoemd, bekommert zich om het probleem. Zij heeft daarom een werkgroep in het leven geroepen om langdurige leegstand op de grote markt in Breda te voorkomen.